Eén keer per maand, op dinsdag of donderdagavond, vinden bij het Wevekeshof de zogenaamde ontmoetingsavonden van Let's Nune plaats. Yes, we can. Let's staat voor Local Exchange Trading System, oftewel het ruilen van diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een fictief betaalmiddel. In Nune is dit betaalmiddel apenstaartjes. In 2007 werd Let's Nune door het toenmalige BWI opgericht. Een jaar later is dit overgegaan in een particulier initiatief, met als voorzitter Daan Verbaan. Het is geen vereniging, het is geen stichting, het is een toevallige samenkomst van mensen die dat zien als een mogelijkheid om elkaar te helpen. Jaren geleden was er een crisis in Canada en daar had men het idee om zonder geld diensten en producten te ruilen. En dat is een wereldwijd systeem geworden, wat lokaal ingevuld wordt. En hier in Nune hebben we dan ook zo'n lokale activiteit om diensten en producten te ruilen. De ontmoetingsavonden zijn bedoeld om het ruilen van diensten te bevorderen, ervaringen uit te wisselen en om gewoon gezellig bij elkaar te zijn. En het zijn mensen van totaal verschillende, met een totaal verschillende achtergrond. Het zijn mensen die handig zijn in knutselen. Het zijn mensen die graag koken. Het zijn mensen die massages geven. Of vervoer, mensen die iemand wilden vervoeren of inkopen doen of wat dan ook. Het is een grote verscheidenheid van diensten en activiteiten waarachter weer mensen staan met verschillende professies. Behalve diensten worden tijdens de ontmoetingsavonden ook wel producten ter inlevering van apenstaartjes aangeboden. Een van de deelnemers vertelt wat het leuke aan Let's is. Nou, het leuke is dat je met gesloten portemonnee, ja, dat is niet het leukste, maar een van de leuke dingen, dat je met een gesloten portemonnee elkaar helpt. Ja, en ik ben graag met mijn handen bezig. Ik help graag mensen, dus ik kom prima uit. En je leert andere mensen kennen binnen de gemeenschap. En het grote voordeel is, dingen die, hè, er zijn ook mensen bij die niet zoveel in de portemonnee hebben, die kunnen op zo'n manier toch dingen gedaan krijgen waar als je daar een gat in de muur boren, laat daar iemand voor komen en je weet wat dat kost. Nou, en binnen de Let's help je elkaar. Je leert daardoor elkaar kennen. Hè. Je hoort van haar, er worden allerlei grapjes over gemaakt. Maar zo is het wel. Al pratende en al horende wat anderen zeggen, kom je op idee of dat kan ik ook. Of hey, dat is leuk dat ik dat ook laat doen. Nou, en dus, het loopt geweldig. Nou is het duidelijk, u bent een klusser, tenminste dat begrijp ik eruit. Maar wat vraagt u nou zelf voor diensten? Nou, op elektronica gebied vraag ik. Laatst had ik een lastkarweitje. Wat ik ook gedaan heb, toen we met pensioen gingen, een paar jaar later, hadden wij een paar grote feesten bij ons thuis. Voor allerlei redenen. En toen heb ik een dames van de Let's gevraagd of zij mij wilden komen helpen, zodat mijn partner en ik bij de feestgangers konden zijn en niet continu in de keuken en bij de inverzorging. Nou, dat is ons geweldig goed bevallen en de mensen die de dienst verleend hebben, vonden het ook heel leuk. Iedereen krijgt in het begin 100 apenstaartjes. Elke dienst is van gelijke waarde en per uur 4 apenstaartjes waard. Mijn meeste tijd gaat zitten in het voorzitterschap. Overigens, daar verdien ik apenstaartjes voor in principe. Maar als ik dat moet indienen, dan ben ik schatrijk. Dus ik dien dat bijna niet in. Maar verder doe ik alle mogelijke klusjes voor mensen. Nou, ik ben nu bezig voor iemand die heeft voor haar kind wat beperkingen heeft, een wolkje nodig wat tegen het plafond hangt. En dat wolkje, daar komen gaatjes in en daar komen verlichtjes achter, zodat het kind dan zo naar dat wolkje kan kijken. En dat is nou het klusje wat ik nu te doen heb. En zo heeft Daan zelf ook een klusje uitbesteed. Nou, en ik had behoefte aan apenstaartjes en ik hou ook van moeilijke klusjes. Dus ik zeg, Daan, dat wil ik wel doen. Maar ik weet niet hoeveel tijd het echt gaat kosten. Nou, ik vind het dus heerlijk om dit soort klussen te doen.
Mijn machine die heeft het ook nog getrokken. Daar was ik ook een beetje benieuwd naar of dat wel lukte. Jongelui, enfin, met het zweet op mijn voorhoofd heb ik dus deze klus geklaard. En nu ben ik bijna klaar en de hele handel kost Daan 8 apenstaartjes. En dat is voor iemand van LED waar ik aan het maken ben. En zo verdienen we allemaal apenstaartjes. Yes, we can!